Hallo, mijn naam is Rob van Aren. Ik ben 57 jaar oud. Toen ik 54 was, is er mijn keelkanker geconstateerd. Daardoor heb ik een aantal behandelingen gehad. 38 bestraling van een half uur per dag en 6 chemokuren. Door de behandelingen heen zijn beschadigingen ontstaan. Neuropathie, dat zijn zenuwpijnen, wat eigenlijk door mijn hele lichaam heen zit. Dat is eigenlijk, zijn ze dat toen gaan bestrijden met medicatie. Ik had 4 A4'tjes vol aan twee kanten aan medicatie wat ik gebruik en geslikt heb. Ik werd alsmaar zieker en zieker en zieker. Totdat mijn neuroloog op een gegeven moment zei, we gaan eens wat anders proberen en we gaan eens kijken of de medicinale cannabis uit de apotheek voor jou niets is. Zo gezegd, zo gedaan. Dat hielp niet echt. Het was niet sterk genoeg. Ik had er eigenlijk helemaal niets aan. Toen ben ik in contact gekomen met de stichting Medibiet en die adviseerde mij om olie te gaan gebruiken van de stichting. En dat is medicinale cannabis. Die ben ik gaan gebruiken, die olie. Dat gebruik ik nu 2 jaar. Ik heb daar totaal geen enkele bijwerkingen van. Ik neem s'avonds 5 druppels in waar ik heerlijk door slaap en me eigenlijk helemaal kan ontspannen en pijnvrij ben, wat eigenlijk heel belangrijk is. Ik ben het inmiddels ook zelf gaan planten in mijn eigen tuin. Ik heb dit jaar voor het eerst mijn eigen olie ervan kunnen maken met veel succes. Voor mij is dit gewoon absoluut, mijn leven is hier zo sterk door veranderd dat het gewoon, ik sta met mijn plezier in het leven en ik ben ook heel blij met de stichting Medibiet en ik hoop dat ze nog jaren door zullen blijven gaan. Heb je wel eens ervaren wat het is om geen olie te gebruiken? Ik heb ervaren wat het is om, als ik het niet gebruik, als ik het 3 dagen niet meer gebruik, dan kan ik dus absoluut niet meer lopen. Dan zijn mijn spieren, alles gaat me weer zeer doen en ik kan niet meer functioneren daardoor. Ik heb het geprobeerd, ja. Oké. En het is dus ook niet verslavend voor je? Het is totaal niet verslavend. Ik heb daar ook nogmaals geen bijwerkingen van. En nee, het is niet verslavend. Oké. Dankjewel. Graag gedaan.